Vandaag lezen we Karel gaat naar de bibliotheek. Hallo, ik ben Karel. Vandaag ga ik met papa naar de bibliotheek. Daar hebben ze heel veel boeken. Joepie, ik heb er al zin in. Zoveel boekenrekken en bijna allemaal staan ze vol. Er zijn hier veel meer boeken dan ik ooit kan tellen. Kijk Karel, daar staan de boeken voor grote kinderen, zegt papa. En in die daar staan heel veel lettertjes. Dat zijn de boeken voor mama's en papa's. We lopen naar de boekenhoek voor kleuters. Daar staan grote, kleurige bakken. In elke bak zitten zeker meer dan 10 boeken. Oh, wat een mooie tekeningen. Deze wil ik. En die daar, met dat kindje erop. Daar wil ik in kijken. Kom, we gaan in de leeshoek zitten, stelt papa voor. Wil je dat ik een verhaaltje voorlees? Vind je dit een mooi boek? Kom maar. Ik zie veel kleuren, dieren en mannetjes. En wat nog meer? Dit is een leuk boek. Zullen we het voor een tijdje meenemen naar huis? Vraagt papa. We kunnen nog een paar boeken kiezen, maar niet allemaal natuurlijk. Welke vind je de leukste? We gaan met onze boeken naar de balie. We hoeven niets te betalen. Ik heb mijn eigen bibliotheekpasje. Bliep, bliep, doet de computer. Die weet nu welke boekjes ik mee naar huis neem. Papa stopt alle boeken in een tas. Eén boek wil ik heel graag zelf vasthouden. Als ik thuis ben, wil ik het meteen lezen. Wat zou mama van de nieuwe boeken vinden? Thuis laat ik mama al mijn boeken zien. Wat leuk, zegt ze. Nu kunnen we samen weer leuke boekjes lezen. Maar eerst wil ik zelf in een boek kijken. Wat een gek mannetje. Waarom moet hij lachen? Ik sla de bladzijde om. Even later gaat mama me voorlezen. Welk boek zal ik kiezen? Ik kies het boek met de eend. Mama leest me voor. En mijn knuffel, die luistert lekker mee. Vandaag moeten de boeken terug naar de bibliotheek, zegt mama. Het boek over de eend ook, vraag ik. Ja, zegt mama. Dan kunnen andere kinderen het ook uitlenen en lezen. Dag Karel, zegt mevrouw van de bibliotheek. Vond je de boekjes mooi? Jazeker, ik heb ze wel 10 keer gelezen met mijn mama en mijn papa. Wat fijn, zegt de mevrouw. Wil je graag nieuwe boekjes? Kijk eens uit hoeveel boeken ik kan kiezen. Altijd zijn er weer die ik nog nooit heb gezien. Gezellig met mama of papa boeken lezen vind ik geweldig. En naar de bibliotheek gaan is reuze leuk. Dat was hem, tot de volgende keer.